Dit jaar vind ik wel opvallend dat de bouw het heel goed doet, de bouwopleiding. En ook de PABO, de opleiding voor leraar, doet het weer goed. Vorig jaar was dat wat minder, dit jaar doet het dat weer goed. 1 student meer dan vorig jaar rond deze tijd, dus ja, meer studenten. Maar de tijd loopt nog en er zijn nog meer studenten welkom, dus het kan nog hoger uitvallen. Nou, wat in elk geval opvalt is dat onze HBOV, daar hebben we een numerus fixus voor, dus een lotingstudie, die zit helemaal vol. Dat was vorig jaar ook zo, dus op het tweede jaar op rij weer helemaal vol. En de PABO heeft iets meer aanmeldingen dan vorig jaar, daar zijn we heel blij mee. We hebben weer net als vorig jaar zo'n 8500 nieuwe studenten die zich hebben aangemeld. Het schommelt natuurlijk wat bij de opleidingen, maar we zien in ieder geval bij de PABO, daar neemt het aantal aanmeldingen weer wat toe ten opzichte van vorig jaar. Daar was vorig jaar een kleine daling landelijk, daar doen we het goed. En ook bij de economische opleidingen zien we meer belangstelling. En de bouw is natuurlijk begrijpelijk vanuit de verbetering van de woningssituatie. Er wordt weer meer verkocht, er wordt weer meer gebouwd en dan zijn opleidingen voor de bouw ook weer interessanter. Vorig jaar waren het voor het eerst toelatingsexamens, dus studenten die de PABO overwogen dachten misschien is dat wat moeilijk. Maar nu trekt dat dus weer goed bij. We zien wat minder aanmeldingen bijvoorbeeld dit jaar voor verpleegkunde. Vorig jaar was daar een enorme stijging, dus dan is het wel verklaarbaar dat er nu wat minder zijn. Op dit moment de opleiding godsdienstpastoraal werk. We zien ook vaker dat die aanmeldingen wat later binnenkomen, maar die lopen nu nog achter ten opzichte van vorig jaar. We zagen vorig jaar bij techniek een behoorlijke groei. Die groei die vlakt nu weer iets af, maar het totale beeld is nog steeds dat Windesheim op niveau blijft en daar zijn we blij mee.